Daar ben je er binnen, hij zit er binnen, hij zit er binnen. Hij zit binnen in dat huisje. Boys, geloof het of niet, maar dat blijkt dus de fucking tweede versie van Alex Lijn te zijn in vrouwelijke vorm. Het houdt toch godverdomme ook nooit op, hè? Fucka strijders, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Judox en vandaag gaan we kijken naar de vriendin van Alex Klein. Geloof me, ik heb gecheckt. Al mijn theorieën die tot nu toe zijn gemaakt over Alex Klein die homo is, blijken dus niet waar te zijn. Hopelijk vind je deze video leuk. Als je hem leuk vindt, abonneer dan eventjes op mijn kanaal en like deze video. Zet dat belletje ook eventjes aan en volg natuurlijk eventjes op TikTok. En dan gaan we nu natuurlijk door met de rest van de video. Let's fucking go. Ja, en weet je wat ik niet kan? Deze fucking video kijken. In alle Alex Klein video's heb ik nog nooit iemand zo hard horen gillen als deze chick. Fuck off. Ik kan dit niet. Weet je, soms is het gewoon beter om al te stoppen voordat je begonnen bent. En dit is een van die situaties. Hey, en welkom terug bij een nieuwe video van mij. Hebben jullie ooit het geluid gehoord van een neukende schildpad? Ja. Recht, als je die twee naast elkaar zet, maar dan met een hogere pitch, dan krijg je dit. Waar ga ik eens mee Fortnite leren spelen? Oké, ik weet niet of er hier mensen zijn, dat kan ik niet horen. Ja, weet je wat ik niet kan horen? Wat de fuck je hier überhaupt zegt? Die video die heeft zo'n harde muziek dat mijn fucking oren eraf branden, man. Maar je hebt nu één wapen. Je kan ook... Oh, daar is iemand. Daar is iemand. Waar? Daar is nog iemand. Daar zijn mensen. Daar staat iemand! Ach, hier staat iemand! Er staat daar iemand! Draai je om! Daar! Boven! Ik wist oprecht niet dat IQ de min in kon gaan, maar ik denk dat we officieel een punt bereikt hebben waarop dat dus gebeurd is. En trouwens, misschien heeft ze ook een bril nodig, want hoe de fuck zie je niet wat er op een scherm gebeurt? Waar de fuck zit je naar te kijken, bro? Daar! Een stukje daar! Daar! Daar stond net iemand! Heb je gewoon niet... Waarom schiet je nou? Er staat toch niemand? Ik heb wel een medaille gekregen. Ik weet niet waarom. Maar dat weet ik wel. Je hebt een medaille gewonnen omdat je officieel bekroond bent bij deze tot de allerdomste en blindste persoon die ik in mijn hele fucking leven heb gezien. Congratulations, bitch. Je hebt nog gewoon de eerste 50 mensen overleefd. Ja, nee, want dat is een accomplishment inderdaad. 50 mensen overleven is fucking moeilijk. Weet je wat moeilijk is? Deze video overleven. Ik ga je letterlijk dood. Kijk trouwens ook eventjes hoe dood Alex hierbij zit. Letterlijk de enige reden dat deze video 16.000 views heeft is omdat hij in de fucking titel staat. Hij zit er binnen in dat huisje. Boys, ik heb zojuist ontdekt dat deze chick niet alleen geen ogen en geen brein heeft, maar ze heeft ook geen oren. Ze heeft fucking Biodynamic DT990 Pro's op. Ik heb de DT770's. Dit is fucking goede audio. Je hoort precies waar mensen zitten, ja? Deze chick presteert het om met high-end koptelefoon alsnog niet te horen waar iemand zit. Ik denk echt dat ik gewoon van een brug ga springen. Dit... Oh. Hoe is die nog niet naar je toe gekomen? Ik wil je echt... Dat zeggen de Chinese kindjes in jullie kelder ook. Ha, dit is de... Ja, deze grap maak ik eigenlijk elke video. Overigens YouTube, dit is een grapje. Comedy, niet strijken, niet offline halen, niet demonetizen. Dankjewel, we gaan door. Ik schiet gewoon echt zo. Mondje open, zegt Alex. Mondje open. Nieuw. Oh, hij gooit een granaat. Kijk uit. Waar moet Loop je naar achter. Nee, niet daar, niet daar. Hij staat daar. Hij staat daar. Ik zie hem. Hij staat daar voor. Je hebt hem geraakt. Oh. Oprecht, waarom bestaat deze fucking video überhaupt? Dit is letterlijk de saaiste content die ik in tijden heb gezien. En zelfs Donna, een vriendin van mij, is op een aardappel nog beter dan dat deze beet is op die fucking goede PC en alles van haar. Please, maak deze video's gewoon niet. Volgens mij is ze ook gestopt, dus dat is heel goed. Doe het gewoon niet. Klaar. Weet je nog wat je moet oppakken? Met X. Oh, dan moet je eerst dat ding in. Ja. Valt het jullie trouwens ook op dat dit letterlijk waarschijnlijk de eerste keer is dat je Alex Klein met een normale stem hoort praten in de plaats van dat gekrijs in al zijn video's? Kunnen we niet van zijn vriendin zeggen, doe? Oh, achter je! Ik schrik! Hij staat! Ik schrik van jou! Jezus! Ik schrik me helemaal de... Je zou je niet zo de tering schrikken als je gewoon uit je doppen kon kijken. Nogmaals, gefeliciteerd met deze trofee. Oh, wat ben je toch ook zielig. Je moet gewoon uit je doppen kijken, zo moeilijk is het niet. Dan zou je ook niet schrikken. Oké, je moet gewoon naar die deur lopen. Er ligt een shieldpoosje zelfs voor die deur. Rechts, ja. Dan kan je ook oppakken met X. Ja. En je kan nu naar binnen lopen, je hebt een wapen nodig. En je kan hem openmaken gewoon.
Hoezo loopt hij gewoon weg? Hoezo loopt hij gewoon weg? Ik denk dat het vrij simpel is. Hij had door dat het Alex Klein en zijn vriendin waren. En hij had geen zin om er ook nog maar een seconde langer bij in de buurt te zijn. Wat volledig begrijpelijk is, want ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin in. Waarom deed je dat? Hij liet je gewoon leven. Waarom? Waarom? Omdat het misschien de bedoeling is om mensen te killen in dat kutspel. Ben je kanker retarded, dom kutwijf? Vergeet niet te liken en te abonneren. En reageer onder wat voor video's je nog meer moet maken. Cadeautjes uitpakken gaan we doen. Oh, cadeautjes uitpakken. Wil jij alsjeblieft de cadeautjes halen? Alle liefste Alex. Ja, dit is dus de typische cringe relatie die je absoluut niet wilt. Like, what the fuck is deze kleffe kanker bullshit? Hou er gewoon mee op. Je moet er echt heel voorzichtig mee zijn, want het is kapot. Nee, serieus? Want ik heb er zoveel stress en moeite voor gedaan. Weet je waar ik zoveel moeite heb voor gedaan? Voor het fucking maken van deze video. Oprecht, ik heb weer hoofdpijn. Ik heb vanochtend al 2 paracetamol gehad. En ik maak deze video en het werkt gewoon nog steeds niet. Het is echt ongelofelijk wat jullie met z'n tweeën kunnen presteren in zo'n korte tijd. What the fuck? Ik denk dat ik dit nog nooit heb meegemaakt. Iemand geeft zichzelf een Valentijn cadeautje, maar stopt het dan in iemand anders een cadeautje. Is de hele logica van Valentijn niet dat je iets hoort te krijgen? Wat? Doe hem er gewoon in. Dat lukt niet. Laat mij het proberen. Ja, is goed. Hij past er niet in. Kan je me helpen? Na de afgelopen 2 video's die ik gemaakt heb, had ik verwacht bij dit soort video's tenminste geen seksuele opmerkingen te horen. En wat de fuck gebeurt er? Het is weer zover. Ik ben echt teleurgesteld in het leven. Weet je wat Alex erin heeft gedaan? Hij heeft die ballonnen allebei gevuld met al zijn sperma en zodra jij erop klikt, bam, spuit alles in je gezicht. Ik ken de vaste oefenen, want ik heb niet het idee als ik jou zo hoor op de toon die je praat. Weet je wel, je bent een kind, tenminste zo komt het voor mij over, dat je daar enige ervaring mee hebt. Het is gewoon een beetje oefenen, komt goed, hoef je niet bang voor te zijn. Zit er nog iets in een doos? Dan kan ik hem toch wel zo openmaken als het in een doos zit. Tot die ene grap heb ik zojuist besloten om de video af te sluiten. Ik ben er klaar mee. Boys, ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem leuk vond, abonneer dan eventjes op mijn kanaal en like deze video. Zet dat belletje ook eventjes aan en volg me eventjes op TikTok. En dan zie ik jou terug bij een van de 2 video's die aan het einde bij de intro staan. Laters. Ik ben totaal bijna 50 kilo, denk ik. Bijna. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar ik schat zo in. Porque te estaba la paella agarrada.